En de politie zal vanaf nu boetes opleggen aan lockdown-overtreders. Omdat er rekening gehouden werd met het menselijk gedrag, is de politie gefaseerd overgegaan tot het opvoeren van de maatregelen tegen lockdown-overtreders. Dit zegt minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. De politie kon tot voor kort de overtreders niet beboeten, maar nu is alles in place om dat wel te doen. Je hebt met mensen te maken. Het gaat om een stukje vrijheid die mensen moeten inleveren, een stukje beperking van de bewegingsvrijheid. Dus daarin verwachten we sowieso tegenstand, weerstand. En daarmee hebben we rekening gehouden dat we de activiteiten hebben opgevoerd. Eerst vermanend optreden, waarschuwen, vervolgens overbrengen naar de politieacademie. En nu worden er boetes opgelegd. Waarbij het model van het snelrecht wordt toegepast. Dat is dan, je wordt bekeurd, je krijgt een dagvaarding als je niet ter plaatse wil of kan betalen. En dan ga je naar de rechter, je wordt veroordeeld en je zal die boete moeten betalen. Moxie haalt verder aan dat ook tegen eigenaren van openbare recreatieoorden die zich niet houden aan de protocollen, maatregelen zullen worden getroffen. Recreatieoorden moeten vooralsnog gesloten blijven. We hebben voor de verschillende branches Volksgezondheid heeft geholpen om protocollen voor de verschillende branches uit te schrijven. En voor zover ik weet zijn die instanties, dus die lokaliteiten en dergelijke, moeten ze gesloten zijn. Toch, en wanneer men je inderdaad aantreft, kunnen er maatregelen tegen je volgen. Je gaat sowieso moeten sluiten. Ik heb al aangegeven dat je gaat moeten sluiten. En je speelt ook met je misschien intrekking van je vergunning. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. We spraken hem vanmorgen voor aanvang van de raadsvergadering.